En leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ja, we wilden eigenlijk gewoon een intro nog gaan doen, alleen dat is niet helemaal gelukt, want er kwam een alarmering. De video staat vandaag in het teken van de natuurbrandbestrijding en het materieel wat erbij komt kijken, maar ook ja, wat voor tips we aan burgers kunnen geven als je gaat recreëren in het natuurgebied. Ja, dat liep even anders, want terwijl we bij Team Kaatsheuvel waren, kregen we een alarmering van een natuurbrand in Tilburg. Dus we vielen wat dat betreft met de neus in de boter. Dus we zijn gelijk mee die kant op gegaan en proberen jullie zoveel mogelijk mee te nemen tijdens deze inzet en uitleg te geven over ja, hoe dat nou gaat, zo'n inzet bij een natuurbrand. 200. Ja, natuurbrand, zoals jullie konden zien. Alleen nu is de kunst om zo snel mogelijk materieel deze kant te krijgen. En dat is, zoals je ziet aan het gebied, is dat best wel een uitdaging. Dus verkenningsvoertuigen kunnen vrij ver komen. Zo, dat is hier een paaltje rollen. De Land Rovers die jullie achter mij zien, dat zijn verkenningsvoertuigen. En die zijn, zoals jullie kunnen zien, natuurlijk 4x4 aangedreven. En daardoor kunnen zij verkennen in het bos en kijken waar de brandhaarden zitten. Maar ook de eenheden, de 4x4 tankuitspuiten, gidsen naar de locatie van de brandhaard. Dus die hebben hartstikke belangrijk werk. Die waren er ook snel en als eerste. En die gaan dan ook ja, in gesprek met de burgers, met de melders, om zo snel mogelijk informatie te halen. En daardoor kunnen we snel inzetten. Inmiddels is ook de functionaris logistiek te plaatsen. Zie jullie achter mij met de dienstauto en het ondersteuningspeloton. En die gaan zo meteen zorgen voor ja, water, brandstof, maar ook voeding en genoeg drinken voor het personeel. We kregen echt een harde bocht naar links. Ja. Het zal opnieuw op dit gelukken. Ja. Moet ik deze even apart zoeken? Heb je deze nodig? Dat hebben we. Ja. Dan zou ze best wel ver kunnen komen. En anders kan ze hier gaan staan. Ja. En dan heb je waarschijnlijk ook voldoende afstand om line of sight te houden. De afstand is? Ja, nee, maar dat haal jij wel. 500 meter binnen 500 meter. Nou, zo zie je, er wordt opgeschaald, een natuurbrand en er wordt ook het droneteam gealarmeerd, waar Richard en ik natuurlijk ook deel van uitmaken. En dat kwam goed uit, want we waren hier natuurlijk al te plaatsen. Dus het droneteam is inmiddels gearriveerd. We hebben een vlieggebied afgezet. De drone die staat al klaar om zo de lucht in te gaan. Dus ik ben zelf inmiddels ook aangesloten bij het team. Nou, je ziet het in de verbindingen. En we gaan zo de eerste vlucht maken. En dan gaan we op overzicht creëren, dus beeld en hotspots proberen te zoeken in het veld. Ja. Pilootcontroller aan, accuniveau minimaal 50%. Batterij. Kansen. Ja. En nou de draaien. Ja, goed. Ja, zet aan, camera's draaien goed. Nou, zoals jullie zien is de drone inmiddels in de lucht en we zijn nu de verbinding aan het tot stand brengen met de OVD en de meldkamers, dat ze mee kunnen kijken en dan kunnen we de operatie bijsturen aan de hand van de dronebeelden. We
zijn aangekomen bij de OVD-bus en dat weten jullie als goed is wel wat het voor staat, want daar hebben we al een keer een video voor gemaakt. Officier van dienst en ik sta naast Stijn, die is officier van dienst vandaag. Stijn, bijzonder incident vandaag? Ja, ja, inderdaad. Wel een niet zo'n hele grote natuurbrand, maar wel eentje die hard gebrand heeft inderdaad. Ja. Ja, ja. En jij als officier van dienst nou, komt natuurlijk te plaatsen als operationeel leidinggevende. En Ik zag ook nog een andere OVD lopen. Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. Eigenlijk is het zo bij natuurbranden met deze droogte. Wat natuurlijk heel lang niet geregend heeft, is behoorlijk droog in de bossen. Dan rukken we met heel veel materieel uit bij de eerste melding. En dat betekent ook dat er gelijk twee OVD's gealarmeerd worden. Dus vandaar dat er vandaag ook twee OVD's te plaatsen zijn geweest. En hoe verdelen jullie die rollen dan? Wie heeft dan welke taak? Het ligt er een beetje aan hoe de OVD's het zelfs handig vinden. Maar meestal is het zo dat één OVD die gaat de bos in. Dus die gaat met de voertuigen het bos in om de voertuigen aan te sturen. En daar meestal de brandhaard te lokaliseren. Want dat kost vaak de meeste moeite. De tweede OVD die gaat op een uitgangsstelling staan. Ja, daar staan we nu denk ik. Ja, daar staan we nu inderdaad. Daar verzamelen eigenlijk alle voertuigen die ter plaatse komen, die verzamelen zich daar. En die stuurt vanaf daar de voertuigen het bos in als we weten waar de brand precies zit. Ja, en hoe hou je nou overzicht dan, waar al die voertuigen zijn gebleven? Dat is bij een bosbrand altijd wel een uitdaging. We hebben wel een fijn hulpmiddel daarin. Via onze iPad kunnen wij eigenlijk alle voertuigen zien rijden. En in de OVD-bus kunnen we die op een scherm laten zien. Dus zoals je nu ziet zijn er een aantal voertuigen in het bos ingezet. En houden wij een beetje overzicht die waar ingezet is. Ja, en we hebben natuurlijk nog een heel erg fantastisch middel dat voor de beeldvorming alleen maar... Volgens mij hebben we daar straks samen nog even mee even bijgestaan in het veld. Klopt. De drone, hoe heeft dat jou geholpen in jouw commandovoering? Ja, de drone die wordt bij natuurbranden natuurlijk ook al vrij snel gevraagd. En die kan toch echt wel goed ondersteunen met beelden vanuit de lucht. Want je moet je voorstellen dat een brand in het bos heel moeilijk te vinden is. De voertuigen kunnen er vaak niet makkelijk in. En de drone die kan er eigenlijk overheen vliegen. En dan zien we eigenlijk of met luchtbeelden of met warmtebeelden waar de brand zou kunnen zitten. Ja, precies. Nou ja, jullie hebben het wellicht gezien, maar straks stonden we natuurlijk bij de startplaats van de drone. Waar ik zelf als sensorbedienaar achter de knoppen zat en Stijn als OVD bij stond. Dus konden we heel mooi bepalen van nou, waar zitten nou die hotspots en waar is het nu nog, waar moeten de eenheden nog naartoe. Ja. En konden we door middel van herkenningspunten een soort van kruisbepaling doen om de eenheden aan te sturen. En zie je weer dat het uiteindelijk tot zijn recht komt, want de brand is ver uit volgens mij. Ja, klopt. De brand is ver onder controle. We zijn nu vooral bezig met het nablussen. Omdat we hem zeker met deze droogte goed uit willen hebben voordat we weggaan. We willen natuurlijk niet dat hij nog een keer opladen. Nog een keer terug kunnen komen. Zo is dat. Nou, zo'n natuurbrandbestrijdingsinzet kan natuurlijk erg lang duren en daarbij hebben wij ondersteuning nodig. En dat doen we door middel van het ondersteuningspeloton. We hebben een functionaris logistiek en die alarmeert dan het team logistiek en verzorging. Die hebben op een aantal plekken in onze regio zitten en die hebben dus een hele mooie container bij en een vrachtwagen. En die regelen dan of we voldoende water hebben, of voldoende brandstof hebben, maar ook zoals je ziet een toilet. Ze hebben hier een keukentje, dus de manschappen krijgen broodjes, zorgen dat er voldoende drink is. En zeker temperaturen als deze bij lange inzetten is gewoon belangrijk dat het personeel goed eet en drinkt. Dus hele belangrijke taak. Het is ook fijn dat ze er zijn vandaag. Het is een hele klim, maar ik zit inmiddels in het 4x4 voertuig van Team Kaatsheuvel. En David zit naast mij. David is de chauffeur van dit beest. David, een 4x4. Wat is er nou zo bijzonder aan? Ja, het bijzonder aan is natuurlijk dat de wagen natuurlijk een stuk hoger is, maar ja, dat merk je net al met instap. Ja, inderdaad. De manschappen die hebben een trapje waar automatisch naar buiten komt, dat ze niet in ieder geval zo hoog naar beneden hoeven te klimmen. Of omhoog te klimmen. We hebben extra water bij, we hebben 3000 liter water bij. Kijk, het is wel meer dan de normale TS. Normale TS hebben we vaak 2000 liter water. Ja. We hebben een small pack, of dat uniek is, kunnen we waarschijnlijk gebruiken. En we kunnen rijdend spuiten met deze voertuigen. Ja, dat is wel uniek, hè? Want dan kun je dus, terwijl je normaal gesproken is de pompsystemen zijn afzonderlijk van de aandrijfsystemen. Maar met dit voertuig kun je dus, terwijl je dat bos rijdt, kun je ook water spuiten. En dus eventueel de hotspots of de vuurraden bestrijden terwijl je rijdt. Dus dat is hartstikke tof. Ja, en natuurlijk het terrein rijden, want daar zijn jullie natuurlijk wel in getraind, denk ik, in dit voertuig. Ja, we oefenen wij regelmatig op. In de Loons en Drunense Duin gaan we regelmatig oefenen in het zand. Dat wil niet zeggen dat je er niet vast kunt rijden, maar we oefenen regelmatig op, hoor. Nee, David, als nou iemand zich vastrijdt, staat er dan nog iets op? Is dat dan een rondje? Of, Daar staat echt wel een rondje op en het staat in uw geheugen gegrift. En de eeuwige roem. Top, dankjewel. De beelden die je nu ziet zijn van het Fire Bucket Operation Team. Deze worden ingezet bij zeer grote of moeilijk bereikbare natuurbranden.
Deze helikopters van Defensie, van de luchtmacht, die worden ingezet met een firebucket eronder. En een firebucket is eigenlijk een grote waterzak. En dan bij de Chinook is dat ongeveer 10.000 liter water. En bij de Cougar is dat ongeveer 7500 liter water. En zo kunnen ze dus makkelijk een lading droppen op moeilijk bereikbare plekken. Zo, ik ben inmiddels terug aangekomen op de uitgangstelling. En naast mij staat Rick van team Kaatsheuvel. Rick. Jullie team is volgens mij gespecialiseerd in bosbrandbestrijding, of niet? Onder andere, ja. We hebben naast een HV een 4x4 TS en Land Rover, verkenningsvoertuig. Die hebben we gezien, zeker. Die hebben jullie gezien. Onze TS, daar zal mijn collega David zo meteen met jou zeker. Even op ingaan. Onze bosbrandbestrijding, dat betekent dat wij met name ook wel oefenen op bosbranden. Hoe ga je te werk? Hoe kun je met elkaar coördineren? Wat moet je aan denken? Met name ook omdat er in de opleidingsklasse vrij weinig gegeven wordt over bosbranden. Ja, het is echt wel een specialisme, hè? Ja, het is echt een eigen specialisme. En het is echt door ervaring op te doen leer je het. Ja. Dus je moet echt naar de oude rotten kijken, zeg maar. Ja, precies, om het te leren. Ja. Ja, dit gebied heeft natuurlijk ontzettend veel natuurgebieden. Hè? En Loonse en Runense Duinen, daar zitten jullie bijna tegenaan. Zijn jullie ook extra, hè? Komen jullie daar ook wel eens oefeningen om daar wegwijs te worden en bereikbaarheid en dergelijke? Ja, ja, wij gaan sowieso 1 tot 2 keer per jaar daar doorheen rijden. Chauffeursoefeningen. We proberen 1 keer per jaar samen met Loon op Zand, dat we 4x4 hebben, te oefenen in de duinen. Ook met het terreinrijden, denk ik? Ook met het terreinrijden, maar ook met het kijken van waar zit er nou daar het ondergrondsput. Want ik weet niet of je het gehoord hebt dat daar sinds kort een put is aangelegd. En voor de kijkers, ondergrondsput, wat gebeurt er? Ja, daar kunnen we eigenlijk de TS in het bossengebied op aansluiten. En dan kunnen we water omhoog pompen. En hebben we midden in de bossen hebben we eigenlijk water. We hoeven geen gigantische transportleidingen te leggen. Nee. Nee, kijk, dat scheelt. Er is wel over nagedacht. Toch? Mooi. Hey, en we zagen net al op, zullen we de kijkers zo er nu even inzetten, dat Rick een ander pak heeft aangetrokken. Want normaal hebben we natuurlijk de zwarte pakken met de gele strepen. Nog wel, want er komen nieuwe pakken. Maar jij hebt een heel mooi geel pak aan. Ja, ik heb een bosbrandpak aan. Dat is een bosbrandpak. Dat is eigenlijk vrij simpel uit te leggen. Dat is een pak. Even wisselen hoor, dan krijg je lam arm. Ja, dat mag. Het is eigenlijk een pak wat dunner is. Wat, wat ik niet aan zou doen naar binnen. Maar wat voor een natuurbrand... meer dan prima is en wat voor ons ook een stuk lichter is en wat meer zweet doorlaat. Ja, zeker, want het is hier naar buiten nou zeker 25 graden en in het bos zeker met de hitte, hè, bij de vuurhaarden, daar is het ontzettend warm. Dus het is fijn ook qua transpireren dat je gewoon een pak hebt die wat meer en wat beter afvoeren. Ja, en als je, we kunnen even bij David kijken met zijn pak, dan zie je meteen het verschil. Dit is echt, je ziet het al aan de vrouw, ontzettend dik. En als je dit pak pakt, dit is eigenlijk gewoon heel dun. Dus dat is echt een verschil en dat scheelt echt de helft in temperatuur. Mooi. Ja, en ik zag net dat jullie ploeg allemaal aan het omkleden is in deze pak. Want jullie krijgen zo een nieuwe opdracht, denk ik, of niet? Ja, wij zijn aflossingsploeg nu. En dat wil zeggen dat er een ploeg die nu in het bos staat, die komt naar buiten. Die mag of naar de verzorging of die wordt echt afgelost. En dat betekent dat wij hun taak over gaan nemen. Omdat zij nu al een aantal uren in het bos staan. Ja, zo is het. Nou, ik heb net al verteld over dat ondersteuningspeloton is zwaar werk. Dus die mannen moeten ook regelmatig afgelost worden. En nu de schone taak aan de professionals. Team Kaatsheuvel, want die zijn er voor klaargestoomd. Succes zo meteen. Dankjewel. Zo, we zijn weer terug op de kazerne hier in Kaatsheuvel. En dat was een bijzondere dag vandaag. Nou, zoals ik jullie al eerder vertelde, gingen we vandaag een video opnemen over het team hier in Kaatsheuvel. Hun specialisme, natuurbrandbestrijding. En toen ging het alarm en viel eigenlijk heel het script in duigen. Maar uiteindelijk een echt incident. Ik denk voor jullie het meest realistische. En mooi dat jullie hebben mee kunnen nemen in alle facetten die komen kijken bij natuurbrandbestrijding. Ik vond het in ieder geval tof. Richard die kon er helaas niet bij zijn vandaag. Dus je mocht alleen op pad vandaag. Maar dat ging hartstikke goed met het team hier in Kaatsheuvel. Erg gastvrij ontvangen. Mocht je een leuke video vinden, laat even een duimpje achter. Abonneer op ons YouTube kanaal. En kijk even onze volgende video terug. Later. Thank you.